Goedemorgen. Morgen. Welkom vanaf Cebu Eiland zitten we nog steeds in Mulbul. Met zijn schitterende onderwaterwereld waar we van genoten hebben. En we gaan het eiland verlaten. We gaan zo meteen een hele tocht ondernemen van driewieler naar bus, naar ferry, naar driewieler naar bus. En dan komen we over die ferry. Ja, ik heb het altijd over ferry. Mijn nieuwe liefde. Dus als het goed is, komen we dan vandaag ergens op het volgende eiland Sikkior aan. Sikkior. Naar de haven. Dus so far so good, jongens. Als sardientjes in de blik. Ja, hier wel, ja. Daar gaan we. Ferry nummer 1. So far so good. Super smooth. Hè? Land in zicht. Land in zicht. Vandaag gaan we met de scooter naar de waterval. En heel leuk, we hebben op Palawan een polstel ontmoet die ook met kinderen 8 maanden reizen. En die hebben we hier weer gisteravond gezien. Hadden we mee afgesproken en de komende 2 weken gaan we met hun een beetje opreizen. Tot we met z'n allen 24 april terugvliegen naar Manila. Vamos! We zijn bij de waterval aangekomen, we moeten een stukje lopen en we moeten verplicht een gids mee. We vroegen het al, waarom moet er een gids mee? Ja, er zijn heel veel activiteiten. Dat dus, nou, we gaan het zien en we mogen kiezen of we hem aan het eind een tip geven. Speelt op naar de volgende waterval. Gescheurd om de ondergaande zon te zien en we zijn just in time, maar hij is mooi. Heel relaxed ochtendje en schoolwerk zijn we nu bij onze Poolse vrienden in hun resort. En kijk, ze hebben gewoon een heel relaxed zwembad. Dus we gaan hier lekker de hele dag vertoeven in het zwembad. Hoe lekker is dat? Nou, wat een pech. We wilden vandaag van de cliff af jumpen. Er is een hele gave plek hier waar je van 10 meter en 7 meter de zee in kan duiken. Maar blijkbaar is er dus vandaag, en gisteren was het ook, een verbod om de zee in te gaan. Omdat ze het marine life willen beschermen. Morgen mag het wel weer, maar ja, dan gaan we weg. Dus er gaat er niks meer van komen. Dus we gingen even kijken of je hier erin kon. Maar helaas, pindakaas! Zwemmen in de zee gaat hem nergens worden. Dus we gaan vanmiddag weer lekker naar zwembad terug in het resort. En nu hebben we een heel tof plekje gevonden waar we gaan eten. Met uitzicht over de bergen. We hebben hier echt een te grappige wc. Kijk, die hangt. Het bordje. Die hang je op, dat is de deur. Kijk, dan is dit de wc. Dat is toch cool. We zijn hier bij de voodoo bar en we zijn hier met een reden. Want Justina had heel erg last van de keel en ze kwam iemand tegen die bij een sjamaan was geweest hier op het eiland. En dit eiland staat ook bekend om al zijn mystieke dingen en alle heksachtige dingen. Dus ja, best wel interessant om daarheen te gaan. Zij heeft, als het goed is, komt hij hier straks. Hij is een beetje moeilijk te vinden. Dus
We dachten dat het voor Frans ook wel interessant was om naar Chamaan te gaan. Frans en hij zei gewoon ja. Frans wordt Frans zien. We gaan het zien, überhaupt of we hem kunnen vinden. Het zien. Maar ja, we gaan het zien. Chamaan hebben we gisteren helaas niet gezien, hij is niet gekomen. En hij had geen telefoon, dus hij kon niet gebeld worden. Ik ben nog gewoon Frans. Frans is dus nog gewoon Frans. Oh, wel jammer, ik vond het wel interessant om daarvan getuige te zijn. Maar helaas, wie weet volgende keer. Van, dit is het laatste dagje. Straks gaan we weer naar een ander eiland, naar Bohol. En hier zijn ze de wilde honden aan het voeren. Dus ze zullen hier ook wel heel blij mee zijn. Hè? Zo, tijd om Sikior weer te verlaten. Onderweg naar de ferry. Op weg naar het volgende eiland, Bohol. Lekker. Heerlijk. Het is een beetje irritant, want we zijn gewoon te lang voor al die apparaten die ze hier hebben. Die driewielers en deze autootjes ook. We hebben speciaal zo'n autootje besteld, omdat we dachten dat die driewieler te laag was. En we kunnen hier ook niet gestrekt zitten. En we zitten 3 kwartier in dat ding, dus we moeten ons er straks even recht uitvouwen. We zijn er net achter gekomen, toen wij heerlijk aan onze pizza zaten, dat we bij de verkeerde haven zijn. Dus we moeten nu als de wieden weer gaan naar de andere haven. Maar wat het lullig is, we zijn met Patrick en Justina. Die gaan ook vanaf hier. En die hebben geen simkaart. En die zijn ergens onderweg op het laatste moment. En we kunnen hun dus niet bereiken om te zeggen dat ze naar de verkeerde haven gaan. Dus we hebben net bij de pizzeria al achtergelaten dat als hij ze ziet, dat ze ze gelijk sturen naar die andere haven. Hopelijk op tijd. Ja, of ze zijn er inmiddels al achter, dat hopen we. Maar we hebben geen idee, want we kunnen geen contact met ze krijgen. Nou, wij zitten in ieder geval in het tricycle weer terug naar waar we vandaan kwamen. Godverdorie. Wel lekker bieren dronken. Ja, we moeten even goed opletten ook of we ze zien in een auto. Dan kunnen we ze terug sturen. Nou, we zijn inmiddels bij de goede haven. Elke auto onderweg hebben we bekeken of ze het waren. Dusver zien we ze hier nog niet. Dus ik hoop echt zo dat ze tot tijd door hebben en het doorkrijgen dat ze hier nog tijd de ferry kunnen halen. En anders moeten ze hem vanavond pakken en dubbel betalen. Een beetje zonde. Maar goed, wij zijn er op tijd. Nou, even het einde. Wij zaten hier helemaal, oh, halen ze het niet. En ze komen op een gegeven moment hier op een dode gemakje die al in. Wat blijkt dat zij gewoon al de hele tijd hierheen gingen. Dat hadden ze al tegen de chauffeur gezegd. Ze dachten ook dat er maar 1 haven was. Dus nou, eindelijk al goed. Heel relaxed. We zitten in ieder geval met z'n allen op dezelfde ferry. Welkom in Bohol, jongens! Nieuwe onderkomen in Bohol. Heel schattig. Klein eco-resort. De omgeving is niet zoveel aan, maar goed, hier is het wel gezellig. We zitten op de scooters onderweg naar een tentje om lekkere koffie te drinken en te ontbijten. En dan gaan we eens even kijken waar we moeten zijn om de walvishaai te vinden. Want we willen morgen op expeditie. Wij zijn even met z'n vier op pad geweest zonder de kinderen, want we hadden namelijk een nummer gekregen of uit de locatie van een Poolse gozer die zich hier had gevestigd. Zodat we even konden checken waar we de walvishaaien kunnen zien. Nou, daar zijn we net heen geweest. Morgen gaan we dus snorkelen met walvishaaien als we ze zien. Super gaaf. En nu komen we onderweg een hele mooie oude 1500 jaar oude kerk tegen. Dus we gaan ook nog even een beetje cultuur snuiven voordat we terug gaan. We zijn serieus echt al 2 dagen op zoek naar een goed strand. Ze hebben hier gewoon niet zulke goede stranden en nu zijn we hierheen geleid. De zee is werkelijk prachtig, maar weer echt bijna geen strand. Ik ga even verderop kijken of dat wat is. Een heel tof strand hebben we gevonden. Echt alleen maar locals. Superleuk.
was het alweer week 28. Wow, 28! We hebben eindelijk een heel leuk strand gevonden. Dus wij gaan even verder feesten met de locals hier. Ja, overal. Er komt overal muziek vandaan. Heerlijk. En we zien jullie volgende week weer. Yes. Doei. Doei.